Op Eiburg zijn ze gewend aan dieren en natuur. Maar een loslopende Afrikaanse tijgerkat, oftewel een serval, is ook op Eiburg toch opmerkelijk. Vanochtend glipte het roofdier uit een woning in de buurt van de Eiburglaan. Oh mijn god, dan word ik helemaal bang. Als hij agressief is, dan durf ik al helemaal niet op straat nu. Het is een tam huisdier. In die zin maak ik me heel veel zorgen. Nee? Nee, anders pakt hij waarschijnlijk eerst een klein hond of een kind. Dus dat is prima. Ik denk dat ik zelf in de aanval ga. Ja? Ja, als het om je kinderen gaat, dan moet je zelf in de aanval. In de aanval, wat moet ik voor me zien? Een karateslag, een vuist? Nou, de moederinstinct kan heel wat hoor. Ja, zeker. Het ziet er schattig uit, maar het ziet er ook gevaarlijk uit. Dit lijkt gewoon op zo'n cheetah. Ja, maar hij is wel tam, maar hij kan wel agressief reageren, zegt de politie. Lijkt mijn ex wel. U reageert wel best wel koeltjes, maar dit is toch gewoon een roofdier op de Eiburglaan? Oh, nou, er lopen er genoeg in de ronde, dus ik ben niet schouw bang uitgevallen. Want ik denk dat hij wel misschien denkt dat hij een neefje tegenkomt of iets. Ja, ik ben er op de kweek, dus. Oh, laat eens zien even. Laat even zien. Hadden ze het over u? Ja, waarschijnlijk. Ik denk dat ik het roofdier heb gevonden. Denk ik dat je niet in Diemerparklaan moet gaan lopen nu. Nee, niet naar Diemerparklaan? Ja, daar is de natuur. Ik denk dat hij lekker konijnen gaat vangen daar. Is er een plan, de campagne voor als jullie het roofdier tegenkomen? Ja, ik ben wel benieuwd of ik in de flight, freeze of fight modus ga. Maar ik heb er echt niet heel naïef. Ik heb er niet over nagedacht. Klinkt toch gek, hè? Een roofdier op Eiburg. Ja, ja. Nou, we hebben hier ook vossen, dus zijn ook roofdieren. Vooralsnog is de serval niet gevonden. Dus zullen de Eiburgers de komende dagen moeten opletten. Als je gepakt wordt, dan zullen we het live op RTL 5 wel zien, denk ik. Ja, ik hoop het niet, hè? Nee, ik hoop het ook niet. Oké, fijne dag. Oké.